De Organisatie voor Gemeenschapswerk in Suriname, NACS, heeft gisteren het boek Wilgo Baren, een ware à la Condremang uitgebracht. De boekpresentatie vond plaats in het gemeenschapscentrum aan de Thomsenstraat. NACS heeft Oom Wil, zoals hij door familie en vrienden werd genoemd, vereeuwigd vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in Suriname. Het boek, geschreven door Chandra van Binnendijk en Marieke Visser, is tevens een ode aan de multigetalenteerde grondlegger van NACS. De bedoeling was dat het boek vorig jaar oktober zou uitkomen, maar Oom Wil werd ziek en overleed kort erna. Daarom werd het boek gisteren gepresenteerd. Clifton Braam vertelde een anekdote over zijn eerste ontmoeting met Oom Wil. En toen zag ik die man ook voor het eerst, Wilgo Baren. En hij keek me aan en Akarmi Kong, hoe heet je? Dat Clifton. Hoe meer? Braam. Miluki, je opzij pa. Dat waren zijn eerste woorden. En ik heb dat onthouden. En vanaf toen, Oom Wil, brasami, leer me, Aladdin Sandi en ook to bentu. Zo lees je. Toen ben ik aan NACS, zoals Enver heeft gezegd, dat daarna zo voet toe. Hij wakker op en neer en dan zeg ik tegen hem, Oom Wil, ja maar dat is rustig. Keek hij me aan en hij zei, de rustig, je denkt ik kom. En dat in dat kon, want na zo mijn lolololololo, nou zit toe. Dankjewel daarvoor, Oom Wil. Grand tangi. Als we van mening zijn dat Anokwe, en als we van mening zijn dat ena een guru echte, trouw ik haar en papa, trouw ik haar en leermeester, noem maar op. Dan om tak in een oom of wang. Maar we moeten het laten zien in het dagelijks leven, in datgene dat we doen. En ik weet waarom ik dit vanavond hier zeg. De voorzitter van NACS weet het ook. Ik moet het zeggen. Nu is Usmaja, dus aan jou zo praat ik. If je haar en je guru, if je haar en je leermeester, je papa, dan moet je dat ook laten zien in een rokko die je tantu. En dat unu satantu. Er werd ook gelezen uit het boek, afgewisseld met optredens van onder andere Tolin Alexander en Enver Panka. Panka zegt dat hij van Oom Wil heeft geleerd om altijd zichzelf te zijn. Eén ding dat ik van Oom Wil heb geleerd is dat tegen presigolik you. Eerlijk, ik voel me lekker op slippers. Op het werk heb ik schoenen aan. Wanneer ik ga optreden, moet ik schoenen aan hebben. Wanneer je over straat gaat en het regent, moet je schoenen aan hebben. Wat heb ik kieskans weer om mijn slippers aan mijn abie? Dat is een van die dingen die ik heb meegenomen. En ik kwam in zee, ik moest niet bij vitaan, omdat mijn vier was zo saai. Maar ik zag dat alles maar breedte. Dan ga ik de sansa om wil liepen naar bakken. Wanneer ik om wil mis, kijk ik naar Gelly. Niet naar zijn gezicht, want als je naar zijn gezicht kijkt, zie je een mix. Meluku Gelly Baka Ede. Puur Oom Wil. En ik kwam aan hier. Ik meldde me aan op kantoor. Is een goeie, want wanneer ik op het werk aankom, moet ik me altijd netjes aanmelden. Dus ik ga naar binnen, ik meld me aan. En dan wordt me gevraagd, wat ga je doen? Ga je een stuk weer dat boek lezen? Ik zeg, oké. Dat dacht ik niet. Want if een afspraak ben met een dabbige man, dat ik het idee op presenteer, dat ik kwam een blaadje. Weet wanneer Oom Wil bezig was? Die mensen die Oom Wil echt hebben meegemaakt, want ik zei dat ik alles maar ja met Oom Wil mee. Ik zei dat ik mee. De Oom Wil ben weer een bril, Oom Wil look is zo, geen probleem. Zolang ik zo. Ik heb dat kwam staan. En als je met je blaadje kwam staan. Waarom heb je een stuk papier aan? Om wil mijn tekst staat erop. Dan ben je niet voorbereid. En voor Panka, hij sprak gisteren bij de presentatie van het boek Wilgo Baren, een ware à la Condremang. Het boek is uitgegeven door de Organisatie voor Gemeenschapswerk in Suriname, NACS, als ode aan Wilgo Baren.